Jan, kun je wat vertellen over de status van Keye Molenaar hier in Volendam? Nou, de status van Keye, ik denk dat Keye heel goed aangeschreven staat. Hij heeft een prachtige carrière gehad. Hij heeft natuurlijk twee interlands gespeeld. Hij is ook oud-international en hij is advocaat. Hij heeft een prachtig gezin en hij doet sinds vorig jaar ook heel veel voor de plaatselijke FC. Bij mij stond hij er al heel goed op, maar ik denk dat hij een hele mooie reputatie heeft. Ja, Keye was een technisch mooie voetballer. Snelheid, rechter verdediger en had een fantastische voorzet. En dan heb je bij mij al een streepje voor. Als je dat hebt, dan dat je hem zo op het hoofd van iemand neer kan leggen, zie ik heden de dagen heel weinig nog. Ja, dat was Keye. Nou, Keye was voor mij altijd wel een speler waar je tegenop keek. Omdat hij was natuurlijk een generatie boven mij natuurlijk, een aantal generaties. En hij maakte natuurlijk op een gegeven moment furoren, eerst bij Volendam, later bij Ajax. Ja, dat sprak mij natuurlijk wel aan als jong jochie. Wat voor boek is het geworden? Het is al eerder door mensen die het wel gelezen hebben al gezegd. Het is een heel positief, makkelijk leesbaar, soepel verhaal over mijn leven. En over de dingen en de mensen die daarin een belangrijke rol gespeeld hebben. Dat is het. Geen seks, drugs en rock'n'roll. Nou ja, ik ben natuurlijk een echte voetballiefhebber. Dus dan geniet je van al die anekdotes. Natuurlijk alles wat hij met Cruijff heeft meegemaakt. Hoe hij bij Volendam begon. Hoe dat met medespelers onderling was. Hoe hij uiteindelijk niet het maximale uit zijn carrière heeft gehaald. Omdat hij net niet gemotiveerd genoeg was. Ja, al die verhalen die hij ook met Sjaak Zwart, waar hij het net ook over had. Al dat soort anekdotes waar je alleen maar van kan smullen. Want elke jongen, tenminste ik had dat toen ik klein was, wilde ik heel graag voetballer worden. Uiteindelijk dan spat die droom uiteen omdat je gewoon niet goed genoeg bent. Dus toen ben ik maar gaan zingen. Maar alles wat hij beschrijft, ja, dat wil je. Dat wil elke jongen die op voetbal zit. Een van de exemplaren heeft hij uitgereikt aan uw schoonzoon, Matthijs de Ligt. Hoe ging dat? Hoe kwam hij voor het eerst bij u thuis? Nou ja, de eerste keer dat hij bij ons kwam, toen was hij erg nerveus. En of dat nou kwam dat hij voor het eerst bij Ant thuis was of dat hij mij voor het eerst ontmoette, dat weet ik niet. Maar, je kende hem nog niet? Nee, ja, ik had hem wel eens gezien en ik had hem ook natuurlijk gezien op het veld en ik had hem wel eens van afstand bekeken. Maar nog niet echt in persoon. En dat hij de eerste keer kwam, ja, toen had hij een zweterig handje. En vraagt hij u dan ook dingen over uw carrière of over het voetballen? Nee. En kijk, dat kan hij wel lezen in het boek. Zoals ik het gedaan heb, moet hij het in ieder geval niet doen. Weet je, maar dat hoeft hij niet van mij te horen en te weten. Want dat weet hij al. Hij weet wat hij wil, hij weet waar hij naartoe wil. En dat gaat hem ook lukken. Weet je, dus ja. Hij is qua interlands al voorbij natuurlijk. Ja, zeker. Maar dat was niet zo moeilijk hoor. Dat was hij al toen hij bij mij over de vloer kwam. En die gaat dik over de 100 interlands heen als zijn carrière zich zo voortzet.